Goedendag, welkom bij het ABFF TV. Dit is een programma van het Amsterdamse Buurtfilmfestival die ieder jaar in december in de Centraal Bibliotheek Oba georganiseerd. Mijn naam is Gebret Mokonen, artistiek leider en initiatiefnemer van het Amsterdamse Buurtfilmfestival. Wij zitten deze week hier alleen zonder de presentator Jan Muizer, hij is ziek. Maar we hebben ons gast eerst Vetter. Fijn, welkom. Dankjewel. Mooi. Leuk om hier te zijn. Mooi, dankjewel. En nou, in dit programma praten wij heel vaak met makers die ooit bij het ABFF film ingediend hebben. Zo ben je ook hier van. Fijn dat je er bent. Waar kom je vandaan? Nu in Amsterdam, ja. uit Oud-West. Oud-West, dus, waar mag ik nou aan denken? Oud-West. Kinkerbuurt. Oh, de Kinkerbuurt. Ja. Mooi. Mooi, ja. Mooi. Hey, we gaan over je film praten, we gaan over je leven in Amsterdam praten, maar misschien is het fijn om te beginnen over jezelf. Wie is Iris Vetter? Oké. Ik ben fotograaf. Ja. Dat is denk ik. Ja, ik ben fotograaf. Ik hou van het fotograferen en filmen van mensen. Ik ben heel geïnteresseerd in menselijk gedrag. Ja. Amsterdam heeft daar een hoop te bieden op dat gebied. Altijd fotograaf? Ben je altijd fotograaf? Nee, ik ben eigenlijk begonnen als schilder op de kunstacademie. Oké, waar dan? In Kampen. Oké, daar kun je vandaan of zo? Nee, ik kom. Ik ben geboren in Hoorn en mijn ouders zijn toen via Frankrijk naar Amersfoort verhuisd. Ja. En daar ben ik opgegroeid. Mijn ouders komen beide uit. Mijn vader komt uit Muiden. Ja, mooi. En mijn moeder uit Amsterdam. Ja. Dus jij bent wel altijd een creatief. Is dat ook een creatief inspiratie van je familie? Van je ouders, van je vader, van je moeder? Mijn familie is creatief, maar niemand heeft er zijn beroep van gemaakt. Nee? Maar er werd wel altijd... Waar komt dat inspiratie bij jou vandaan? Ja, dat weet ik niet. Ik werd... Ik weet het niet. Ik werd op de lagere school. Mm-hmm. Nou, op de middelbare school werd ik in elk geval gegrepen door het maken, door handvaardigheid. Door het maken van. Ik was heel veel met klei toen dingen aan het doen, tekenen. Ja. En dat vond ik heel fijn. En dat werd steeds meer eigenlijk. En toen op een gegeven moment dacht ik van nou, ik wil eigenlijk wel naar de kunstacademie. Ja, mooi. Het is wel fijn om creatief iemand te zijn. Is dat ook fijn om creatief iemand in Amsterdam te zijn? Ja. Maar je woont er zijn er een heleboel hier. 10 à 12 jaar in Amsterdam. Ja, klopt. Ja, ik ben. Ik heb lang in Den Haag gewoond. Ja. En toen op een gegeven moment had ik het een beetje gezien. En toen dacht ik, nou, ik wil eigenlijk wel naar Amsterdam. Ik wilde altijd al wel naar Amsterdam, want als klein kindje liep ik hier met mijn opa altijd rond. Mm. En het was fantastisch, de grote stad, weet je wel. Mijn familie lacht ons altijd uit omdat wij in Amersfoort woonden. Ja. Dorp noemden ze dat. En dus toen trok Amsterdam en toen kwam ik terecht eerst in Nieuw-West. In Amsterdam Nieuw-West, ja. In Amsterdam Nieuw-West en daar heb ik ook nog steeds een studio. Dus Nieuw-West is ook een plekje. Dus wat voor stad is de Amsterdam voor jou? Wat ik heel fijn vind aan Amsterdam is dat er zoveel verschillende mensen zijn. Diversiteit. Diversiteit. Okay. Dat vind ik echt fijn. Ja. En en ik hoop ook dat dat een beetje zo kan blijven. Ja, en ken je ook Amsterdam ins en out? De ins en de outs van Amsterdam? Wat bedoel je daarmee? Ja, ken je Amsterdam alles? Overal? Op mijn duimpje? Nee. Ja. Nee? Nee. Maar ik was een beetje op het punt om je te vragen, waar heb je iets leuk in Amsterdam? Welke plek van Amsterdam vind je leuk en waarom? Ik vind... plek bij mijn studio leuk, dat is plein 4045. Dat is, ik vind dat een bijzondere plek, omdat het eigenlijk, het voelt een beetje als een grotere stad. Amsterdam is in het centrum heel pittoresk en mooi en als je een beetje meer naar buiten gaat, dan wordt dat op een andere manier mooi. En daar zitten niet de standaard winkels die je tegenkomt in het centrum. En de mensen zijn anders. Ja. En, plein 4045. Plein 4045. Dat de open markt of zo. Dat is een enorme plein. Waar dat is eigenlijk altijd markt daar. Ja.
Ja. En zit een meneer die hele lekkere Surinaamse broodjes verkoopt. Ja. Dus, hey, jij bent dus best lang als fotograaf, daarvoor ook een kunstenaar. Maar vorig jaar hebben we een film gemaakt. Ja. Die hebben wij op het festival vertoond, op het ABFF. Ja. Vertel ons kort over je film. Nou ja, ik ging die cursus doen bij jou. Ja. En ik wist helemaal niet dat het de bedoeling was dat we dan ook echt een hele film zouden maken. En dat die dan getoond zou worden op het buurtfilmfestival. Maar dat was eigenlijk wel goed, want het was een stok achter de deur. Ja. Dus ik vond het heel, heel tof, die workshop. En daar hadden we hadden we zitten brainstormen een aantal ideeën. En ik kwam natuurlijk zelf met een interesse vanuit de fotografie. Mm. En ik wilde al langer werken met bewegend beeld. Dus ik dacht, het is een mooie manier om daar... Dus je hebt soorten, jouw ervaring, stilbeeld, vertaald in bewegingbeeld of zo? Ja, want eerst dacht ik, ik ga iets documentairs doen. Mm. Echt een soort van meer met een verhalend, een echt verhalende film. Ja. Maar ik ben zelf, dus wat ik al zei, heel gefascineerd door gedrag van mensen in de publieke ruimte. En daar kijk ik altijd naar en daar maak ik ook vaak foto's, series over of van. Ja. En in dit geval dacht ik, misschien moet ik eens proberen één specifieke serie die ik heb gemaakt over mensen die wachten in de publieke ruimte. Dat is de film. Dat is de film. Dat is de film. Maar ga het als eerste bekijken, want anders ga je alles vertellen. Oh, oké. Laten we even de film kijken. I love watching people wait. Well, to be honest, I love watching people in public spaces. But there is something about people waiting. The moment that they seem to forget that they're not alone and retreat into themselves. A girl eating a sandwich, oblivious to the tiny sparrows at her feet, little heads up, begging for crumbs. It's a very public moment of privacy. The face put on for the world falters, and you catch a glimpse of something much more private. It's not loneliness or sadness, although sometimes it looks like that. It's not boredom, although it could be that. A man leaning on a shovel, head in hand, standing on tiptoe, feet inward, straining to see past traffic. It's not nervousness or anxiety or anticipation, although they all pass by. Anger and irritation too, of course, but that's not what I mean. It's a sort of quiet. Sounds seem to dim and the bustle of the city doesn't register for a moment. It's a surrender of sorts,
to the pocket of time between one thing and the next. A boy leaning against a fence, holding an umbrella, tap, tap, tapping it from left to right and back again. Numbers vary, but it's said that between 1 and 3 years of our lives are spent waiting. For buses and trains, doctors, hairdressers, loved ones, drinks, phone calls, and computers to start up, to name just a few. And though much of that time is probably spent fidgeting, hopping from one foot to the other, sighing in frustration or resignation, sometimes, suddenly, time stops. A woman standing still in the middle of the square, just standing there, people passing her left and right. And then, just as suddenly, time starts up again. The train arrives, the phone is answered, the moment gone. The city turns the volume back up, and we snap back into life. Back to running, and laughing, and working. Just another day. I love watching people wait. No, scratch that. I love watching people. The faces we show when we're unaware. The little things we do when we forget that we're not alone. The moment time stops. De mooie film, hè? Ja, prachtig. Ja, mooi. Hoe kom je uit het idee met dit film? Het idee is geboren van dat ik het zelf heel fijn vind om op straat naar mensen te kijken. Niet op een, moet ik er toch een beetje bij zeggen, want dat voelt wel af en toe een beetje zo, niet op een creepy manier. Ja. Ik ben wel geraakt door hoe mensen kunnen wegdromen in een hele drukke omgeving. Ja. En dan lijkt het alsof ze helemaal in zichzelf gaan. Ik had daar ook een tekst over geschreven. Dat is de tekst die je ook kan horen in de film. De tekst is van je eigen tekst? Ja. Ah, oké. Okay. Okay. Ja. Ik dacht dat het gewoon een bestaande tekst was. Maar dan... Nee, die had ik zelf geschreven. Ja, over, ja, als een soort van, om uit te leggen wat ik het... Nou, niet om uit te leggen. Het was eigenlijk het ene medium is natuurlijk de fotografie die ik had gemaakt. En het andere was de tekst. Dus die tekst heb ik gebruikt voor de film. En de tekst is Engelstalig. Ben je zelf een Engels of zo? Nee, ik had hem in het Engels geschreven en ik weet nog dat je graag eigenlijk liever had dat het Nederlands was. Maar het lukte me ook niet zo goed om het te vertalen op eenzelfde manier. Ja. De tekst had ik in het Engels geschreven omdat ik het wilde publiceren in een internationale publicatie. Mooi. Dus daarom was het in het Engels. En, moet ik er wel even bij zeggen, hij is zo mooi uitgesproken door... Javier Wallis, die ook het geluid heeft gedaan en de soundscape heeft gemaakt. En de muziek is ook speciaal voor dat video gemaakt. Ja, hij heeft de muziek speciaal bij de film gemaakt. Dat vond ik super spannend. Super spannende muziek. Ja. Hoe was het de ervaring voor jou om dit film te maken? Ja, ik vond het echt heel leuk. Wat vond je het leuk? Wat vond ik leuk? Nou ja, ik wist natuurlijk helemaal niet zo goed wat ik wilde doen, want... Of nee, ik wist wel wat ik wilde doen, maar ik had niet, zoals jij ons eigenlijk had geleerd, een plan gemaakt. En met shots en weet ik veel. Dus ik had gewoon bedacht, ik ga eigenlijk gewoon doen... Je hebt wel mooi voorbereidend gedaan. Ik had er wel over nagedacht, maar ik ben ook als fotograaf altijd een beetje dat ik het op het moment zelf doe. Dus ik ben eigenlijk gewoon naar plekken gegaan waar ik wist dat mensen zouden wachten. En daar heb ik gewoon mijn camera op, eerst één dag zonder statief en één dag met een eenpoot. En heb ik gewoon mensen gefilmd.
Ook zonder te vragen. Ja. Wel soms als ze me zagen dan wel contact gemaakt. Even contact maken. Om te kijken van is het oké? Dat heb ik denk ik. Ik ben denk ik 3, niet hele dagen, maar ja, 3 of 4 dagen op pad geweest. Mooi. Om dat te doen. Ja. En toen had ik een heleboel beeld. En toen dacht ik, want ik had natuurlijk al, ik dacht ook eerst van, oh ja, misschien moet ik het mensen vragen en ze dan gewoon op een en dan kijken hoe lang je mensen moet filmen voordat ze in die staat van zijn komen waar ik naar op zoek was. Mm-hmm. Maar dat heb ik niet gedaan. Ik heb het gewoon eigenlijk gedaan zoals ik mijn fotografie doe, straatfotografie. Ja. En ja, toen ben ik gaan selecteren en monteren. Heb je dat zelf gemonteerd? Ja. Heb je wel ervaring met montage? Nee. Hoe deed je dat? Nou, dat duurde heel lang. Ja. Hoe deed ik dat? Oh, ik gewoon heel simpel met de botte bijl. Gewoon. Ja, okay. Nou ja, ik heb wel sterke ideeën over timing, ja, en over ritme. Dus ik wist wel wat ik wilde om het voor elkaar te krijgen. Dat duurde dan soms een beetje lang. Mooi. Maar dat ging eigenlijk best wel voorspoedig. Ja. En de enige uitdaging had je wel om dit film te maken? Ja, ik vond het wel ik vond het heel spannend. Spannend was het. Om met een filmcamera gewoon op straat mensen te gaan filmen zonder te, ja, vragen. Dat, ja, vond ik wel redelijk spannend. Ja. En ik wist eigenlijk heel lang niet of het iets goeds zou worden. Mm-hmm. Wat ik dan ook wel belangrijk vind. Dat het een beetje goed is. Maar of dat ik het goed vind of zo. Ja. En omdat dat we het zouden laten zien, dacht ik van nou, ik hoop wel dat het dan wat wordt. Want anders dan is het, ja, is het ook een beetje jammer. Ja. Het is eigenlijk gewoon aardig gelukt, hè? Ik, toch, ben best wel blij, ja. Geef het even cijfer. 8, 9 of 10? Van 10? 8, 9 of 10? Nou, dan, ja, ga ik voor de 8. Want ik denk, ja, dat er zeker wel verbetering in, beetje, in zit. Ja. Maar voor een eerste poging om dat te doen, was ik echt wel heel gelukkig ermee. Mooi. Mooi. Ja. Nou, je hebt het wel best mij kort verteld, hè? Maar als ik jou echt vraag, wat wil je eigenlijk met deze film aan de kijkers geven? Hoe zei je het? Ja, eigenlijk wilde ik iets zeggen over de schoonheid die ik zie, hmm, in mensen. Ja. Maar dat hoeven, kijkers hoeven niet hetzelfde te ervaren. Ja. Als mensen heel eventjes meegenomen worden in dat hele kleine 5 minuutjes die deze film is, in de sfeer, ja, en in het gevoel, dan vind ik het goed. Ze hoeven, ja, ze hoeven niet hetzelfde te vinden als en ik. En welke enige beeld die nu bij jou blijft? Ah. Van die mooie shots die je allemaal gemaakt hebt. Ah, ik vond, er is één beeld van een meisje. Hmm. En zij, en dat is ook volgens mij het beeld wat ik heb gebruikt als het, voor de trailertje. Ja, voor, oh, de trailertje, het, ah, okay, eerste beeldje geloof, ja, ik. En zij staat een beetje zo te wiegen. Ja. En zij staat tegenover een glazen, of achter, een glazen wand achter haar. Ja. Er zijn heel veel reflecties te, ja, zien. Dat vind ik een mooi beeld. Dat is wel mooi. Dat is, ja, wel mooi. Mooi. Hebben mensen dit film gezien? Welke reacties heb je tot nu toe gekregen? Ik heb hele leuke reacties gekregen. Veel mensen, ja, zeggen, jeetje, zo heb ik het nooit gezien. Ja. Wat bijzonder dat. Want bij de publieksprijs heb je ook zo'n 100 mensen die, ja, naar jou toe gestemd hebben. Ja, ja, ik was helemaal verbaasd. Toch? Ja, het was leuk. Ja. Ja, bij de publieksprijs kreeg ik inderdaad. Je bent derde geworden. Hè? Ja, ik was derde. Ja, ja, mooi. Ja, wat ik mooi, wel bijzonder vond, want 1 en 2 die hadden toch een hele grote community om zich heen. Ja. Dus ik dacht van, nou, dat is wel, mooi, wel een eer. Dat is wel mooi. Ja. Nee, het is wel een mooie, super mooie ervaring. Ik denk dat niet dat jouw eerste en de laatste is? Nee, ik wil ben niet dat bezig? Ik ben is nu is een plan B, volgende actie? Ik heb net eigenlijk een film gemaakt met het werk van iemand anders. Mm-hmm. En dat is eigenlijk meer een animatie, dus daar, ja, was ik heel druk mee. En heeft het ook weer met Amsterdam te maken of zo? Nee, helaas nee, niet. het is een persoonlijk verhaal. Oh, mooi. Ja. Oké. Okay. Ik heb ideeën over wat ik zou willen doen. En dat misschien zelfs binnen hetzelfde thema dingen die ik nog zou willen uitproberen. Ja, ja, mooi. Maar ik ben nog niet begonnen. Nou, je hebt nog tijd. Ik heb nog even, tot in september. Ja.
We gaan het zo afronden, maar misschien is het leuk om dat je even kort jouw persoonlijke ervaring met het ABFF. Hoe zou je het nu beschrijven, ABFF? Oh, ik vond het een heel lief. Ik vond het een, ja, een hele lieve, warme ervaring. En maar ook heel inspirerend. Mm. En ik vond de kwaliteit van de films van het festival ook hoog. Ik vond dus ook, wij zijn ook zelf overtuigd, dit jaar, dus 2021, was eigenlijk de hoge kwaliteit die wij tot nu toe gedaan hebben. Ook vanuit het lab, vanuit het workshop die jij mee gedaan hebt. Ja, dat vond ik echt bijzonder om te zien. Mooi. Dus ik vond het een hele, hele leuke ervaring. Heel fijn, heel dankjewel voor je mooie film. Die hebben we ook trouwens in juli gepresteerd, nog een keer, bij ABFF On Tour. Iedere mensen vonden het wel mooi, maar helaas zonder jou. Ja. Zo fijn dat je ook naar onze studio toe komt, dit verhaal, jouw ervaring met onze delt, vind ik zo fijn, dank je wel. Heel graag gedaan, dank je wel voor de uitnodiging. Mooi, jullie ook kijkers, dank je wel voor het kijken van het ABFF TV en wij komen weer volgende week met een andere gast. Mijn naam is Kibret Mokonnen, fijn dag.